Zeg, Danny Fabry, je hebt een nieuwe single. Het is een bekende melodie, hè? Ja. Ja, ik vond de laatste tijd, iedereen pakt maar, laten we zeggen, smartlappen of wel van die slagers. Het is soms misschien een beetje te veel, denk ik. En ik dacht, ga een keer iets anders zoeken. En toevallig hoor ik dat liedje en ik dacht, maar ja, dat is het, hè. En dat heb ik opgenomen, ik heb het wel een beetje gemoderniseerd. Maar Patje en zo, die zijn er heel blij mee ook. En ik moet eerlijk zeggen, de reacties zijn er heel tof op. Het is zo'n keer een vernieuwe, verrassende Danny Fabry. Al die jaren. Het is een cover van een nummer van Leopold 3, hè? Ja, klopt, van Leopold 3. Hè. En dat, in feite vond ik dat in een tijd een van mijn top idolen, feitelijk. Want dat was in een tijd van 10 om te zien. Hè. En ik vond dat die ook altijd zo anders speciaal muziek hadden. Ik begrijp niet waarom die mannen niet meer bestaan. In feite moeten die nu terug beginnen. En dan hebben ze dan aan Danny Fabry te danken. Ja, absoluut. En met mijn zegen zeker en vast. Want ik ben zeker, als die morgen een nummer uitmaken, hè, dat dat boom is. Daar ben ik nu al zeker van. Dus ik zou zeggen, mannen, start maar terug. Hè. Zeg Danny, wat ik me afvraag. Reggae is anders geschreven dan normaal. Ja, als dat u dat opvalt, dank u. We wisten dat ook niet. Ik was verleden week op de radio en er was één man, ja, dat zijn de mensen van de productie en die dat allemaal schrijven. En die zei tegen mij, hé, maar is dat niet anders geschreven? Ik zeg, ja, maar er zijn nu op 2 dagen 2000 mensen die dat al gekeken hebben met views. Dus hoe doen die dat dan? Ja, dat begrijp ik niet. Dus iedereen zegt het is zo, maar het is wel AE. Dat weet ik nu zeker. Zeg Danny, wat staat er voor jou nog op het programma voor de rest van het jaar? Ja, ik heb nu, dus dit nummer ga ik opwerken. En dan heb ik met een goede vriend van mij een nummer opgenomen. En die man die zei tegen mij, ja kijk, ik wil eens een nummer opnemen voor zijn klanten en zo. Maar nu is dat nummer zo goed geworden dat ik het in feite zou willen uitbrengen ook. Een supergoed nummer, echt de waarheid. En ja, iedereen begint daar ook over te spreken. En het is zo, de eerste keer in mijn leven misschien dat ik een après-ski doe. Je moet veel verschillende soorten doen, wil je blijven bestaan. Dat is mijn idee daarover. Maar jij gaat regelmatig op vakantie, maar volgens mij nooit naar een skioord. Nee, dat is ook ja, dat is goed opgevallen. Nee, ik ben tegen de kou. Nee, ik ga graag waar het heel warm is en zo, dat moet ik eerlijk zeggen. Alhoewel dat ik het nu, met die nieuwe single ga ik dat toch een keer doen, voor daar misschien een clipje op te nemen of zo, je weet maar nooit hè.